op de buitenschoolse opvang in Stadspolders waren dinsdagmorgen ondanks de vakantie nog genoeg kinderen aanwezig. Ze kregen les over media in de breedste zin van het woord en ze gingen ook zelf aan de slag. Wij vonden het tof om echt dat oldschool gevoel van de schoolkrant te gaan creëren, maar dan in een nieuw jasje. Het is allemaal wat veranderd natuurlijk nu met de iPads. En we wilden echt wel een beetje echt het heel breed wilden we het laten zien aan de kinderen. De kinderen hebben zelf de inhoud van de krant bepaald en gemaakt. De kinderen hebben meegedacht over toffe uitjes in de buurt. Maar ook één uitje die hebben we eerst zelf geprobeerd. Want we moeten natuurlijk wel weten of het tof genoeg is om in de krant te komen. En dat was 10 gemeenten. Daar zijn we helemaal van top tot teen vies geworden. Dus dat was heel tof. Met modder gespeeld van de modderglijbanen. En in de natuur gespeeld. En in het water. En vlot gebouwd. Hoe vind je dat? Leuk. En wat vind je van de krant zelf? Ook heel leuk. Waarom vind je dat zo leuk? Omdat het best wel uniek is. Wat is er zo uniek aan? Nou, zeg maar, niet iedereen die komt er zeg maar op om een krant te maken. Waarom sta jij in de krant met een foto? Omdat we naar Parkhuis zijn geweest. En wat is dat? Dat is een huis voor oudere mensen. En wat heb je daar gedaan? Memory en met de oude mensen en koekjes gegeten. Omdat dat niet elke BSO doet. Dat doet niet elke BSO. Dus dat is wel wat bijzonderer eraan. Naast verhalen over de uitjes staan er ook puzzels en recepten in de krant. En er zitten kortingsbonnen in, zodat iedereen zelf de uitjes kan gaan beleven. De krant wordt voorlopig alleen verspreid onder de kinderen van de BSO. Maar dat zou volgend jaar zomaar anders kunnen zijn. We willen dit graag jaarlijks terug laten komen. Het zijn ook thema's die ieder jaar een keertje terugkomen, maar dan in een andere volgorde. En dan willen we het eigenlijk misschien wel nog groter aanpakken. Dus nu heeft iedereen even een voorproefje hoe tof het is. En dan volgend jaar kunnen we allemaal nog meer doen.